Aruba loopt langzaam warm voor de World Series. Niet alleen omdat honkbal volkssport nummer 1 is op het eiland, maar vooral vanwege hun eigen Xander Bogaerts. De 21-jarige derde honkman van de Boston Red Sox. Xander komt uit San Nicolás, een industrieel stadje in het zuidoosten van Aruba. Een stad van bijna 18.000 inwoners. De enige plek op Aruba waar prostitutie legaal is. De bakermat van een eeuwlang Arubaanse olieindustrie in handen van Amerika. Het ligt er nu verlaten bij. De Amerikaanse oliebronnen hebben de raffinaderij achtergelaten. En het verval van San Nicolás is overal zichtbaar. Hier in het huis van de oma van Xander is het allemaal begonnen. Toen ze een stukje groter waren, een jaar of 6,5, zo bijna 7 jaar, heb ik een speelgoed voor hen gekocht. Een knuppel van plastic met 3 ballen, die als wiffelballen van plastic. En ik heb het hier op de thuis mee begonnen om te spelen en zo veel. En ze hadden een goed, coördination. Het speelveld was achter in de tuin van oom Glenroy. Hier waren ze op slag. Dit is een amandelboom. Wat ze hebben leren slaan. Op die amandelboom had ik een tire, die band van een auto. Ik heb het net afgenomen. Die band van die auto heb ik hier opgeslagen. En ze slaan die band van de auto. En dan toss ik met deze amandels voor hen. En ze slagen van hier tot in de erf daar. Zie je die dak daar? Uh-huh. Ze bereiken deze dak met de amandels. En als ze rijp zijn en ze goed, dan vallen de amandels hier. En dat was veel van hun tossing drill. En ze sloegen de amandels? De amandel, ja. Ja, daar over die en daarheen. Oom Glenroy heeft de carrière van de broers Bogaerts in fotoalbums en fotolijstjes verzameld. Hier, dit is de moeder, Xander, Jair en de zus Chandra. En hier, wat tekenen ze? Daar is toen ze in Boston getekend hebben. Nee, ik was eerder een fan van de St. Louis Cardinals. Oh, en hoe doet u dat nu dan tijdens de wedstrijd? Dit is niet moeilijk, omdat het is mijn neef is, dus ik kies voor hem in deze, nu op dit moment. De aandacht voor de stormachtige carrière van Xander begint nu pas te komen. Ik heb te veel foto's van baseball en honkbal. Het verval van San Nicolás is ook te zien bij het honkbalveld waar Xander zijn eerste ballen sloeg. Voor wedstrijden heeft Aruba wel een goede infrastructuur. Elk weekend staan zo'n 1250 jongetjes en meisjes op het veld om de bal het stadion uit te slaan. We hebben echt veel staande Bogaerts te spelen hier. Echt veel. We hebben talent. In mijn eigen team hebben 4 of 5 talent als staande Bogaerts. Ja. Ze moeten veel trainen wel, maar het gaat wel goed. Dus over 10 jaar gaan we kijken hoeveel van de jongens gaan in de midden spelen. Met het succes van Xander Bogaerts in Amerika is voor de ouders op Aruba de weg naar glorie en roem nu al begonnen.